Dames en heren, we staan hier bij het clubgebouw van Sint Joris op de belangrijkste dag van het jaar, de verkiezingen. Wederom is het clubgebouw omgetoverd tot kieslocatie. Deze bijzondere plek in Ulft, voormalig Oer, staan de mensen klaar in de rij om een stem uit te brengen op de nieuwe prins. Wie wordt dit jaar de nieuwe prins van de Pool? De belangrijkste functie binnen Ulft tegenwoordig. Nou, we gaan even kijken wat voor mensen er allemaal klaar staan. Ik moet hier alles alleen doen. Zeg. Naar verluid zijn er ook mensen die hier met de slaapzak voor de deur liggen. Die willen natuurlijk niet missen. En we gaan even kijken wat voor mensen dat zijn. Nou, mevrouw, u bent er vroeg bij. Wat komt u hier doen? Komt u stemmen? U staat voor stembureau of niet? Ja, stemmen. Voor de eerste zijn. Ja? Ja. En weet u wel op wie u gaat stemmen? Nog niet. Nee, moet ik nog even een nachtje over slapen eigenlijk. Ik ga erbij staan. Wat zijn we hier? Wat doen we hier? Wat? Ik weet wel hoe laat het is. Mijn god. Dag meneer. Bent u er ook al uit? Wie gaat stemmen? Zeker. Maar rook is vuur, dan ben ik weer jong. Ja, en wie is dat dan? Ja, dat zeker niet, hè? Dat hoor ik jij. Dat hoop ik wel eens, ja. Dat gaat doen. Veel succes. Dankjewel. Meneer, ik zie, u bent er ook vroeg bij. U staat bijna vooraan in de rij. Weet u wel op wie u gaat stemmen? Ja, ik denk op iemand die net zo dom is geweest als ik. Oké, mooi. Dag dames, ook jullie staan klaar om te stemmen. Weet jullie al op wie jullie gaan stemmen? Ik dacht, we staan in de rij voor de kermis. De kermis? Ja. Is het niet de kermis? Om jullie muntjes halen of zo dan? Nee, maar we worden graag feest vieren hier. Ik dacht, het is een kermis. U ziet, stemmen is voor alle leeftijden. Er staat hier een groepje jongere dames die op helemaal klaar lijken te zijn. Weet u wel op wie u gaat stemmen? Nou, ik denk in ieder geval een beetje een jonge prins en niet zo'n oude lul. U ziet eruit als al beweert wat u wil. U doet er al helemaal uit. Op wie gaat u stemmen? Ik heb geen actieve herinnering aan vorig jaar. Ik zie dat jullie opgezet hebben gevonden naar dit prachtige stembureau. Dit is een mooie locatie. Zijn jullie er al helemaal uit? Ja, we weten nou wel een beetje waar op gaan stemmen. Namen heb ik niet zeggen. Ik weet wel namen, maar dat zeg ik niet. Maar niet zo'n al ding als Lady hoor. Oké, dus jullie gaan echt voor de leeftijd. Lekker jong diertje. Je ziet het, stemmen op de prins is een feest voor jong en oud. Weet jullie al welk gat jullie in dat papa kleur. Oké, dan papa maakt een goede kans.
belangstelling is overweldigend. Enorme massa's mensen hebben zich gemeld. En om dat alles in goede banen te leiden, is natuurlijk een echt een betrouwbare kiescommissie nodig. Ik ga even kijken naar de heren. Wil je alles onder controle? Zeker. Is er wat goed geregeld hier? Kan je erbij? Ja. Prima geregeld. In een drank. In een appeltaartje. Als niet uit Bassen. Echt. Top. Goed zo. Dus alle vertrouwen in de goede avond. Ja, dat denk ik wel. Dat is allemaal mogelijk hier. Allemaal mogelijk. Hey, mensen, wat een goede avond, man. Ja, hey. Ja, proost. Proost. Dat is 2012, dus dat kan wel, hè? Ja. Ja. Wat zijn jullie aan het doen? Okay. Dat mag niet. Jawel. Nee, nee. Echt, ik had een stoertje erbij. Welkom. Ik heb het verleden hoor. Dat is gewoon wel een geval. Thank you.
alleen nog een 6. We zijn aan het einde gekomen van deze spannende verkiezingsdag. De tellen kan beginnen. Nou, ik zie volgens mij is het niet helemaal goed gedaan. Ja, dat denk ik niet.